Het reden werd in elk geval ontnaaier wie net inzet in het zuiderhuis, in rust der veen. Quadrantgroep de vol op dit stuit zou min mogelijk bewegingen in het wenswaar centrum ha, en daarom is het verkezen om eerst even pas op de plaats te meid De uitbraak van de Britse variant van het coronavirus, wie ik van het reden cruis, botskrikken. Nou ja, natuurlijk binnen wij, eh, krijgt als iedereen hier in Friesland als eerst al enorm skrokken. Je he, dit, dit, dit heel snel en het komt heel snel tegenbij. Uh, wij zijn gelukkig uh, wij zijn al heel snel informeerd terug. Uh, het Zuiderhuis en de GGD we inlachten. En daar, uh, daar binnen uw eigen organisatie hebben we direct actie op ondernomen. Hoe ging je als Reden Cruis om met deze situatie? Nou ja, we proberen uh, hey, alles even in kaart te krijgen. En de vrijwilligers die daar al uh, een inzet, doen, die hebben we op de hichter gebracht. En de GGD, gaat hen hun dus eigenlijk nou begeleiden. begeleiden. Zij gaan uh, testen, krijgen zelfs al het zorgpersoneel van het zuiderhuis En daarin uh, worden zij gewoon mijn om. Ja. En, en hoe gaat dat dan, uh, als je zo naar die vrijwilligers, is bij hun bijvoorbeeld de angst groter geworden? Angst wil ik net zeggen. Nee, dat, 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 mijn, uh, ja, dat vind ik zelf ook wel heel verrassend. Mensen gaan meer zoiets van, uh, goh, uh, ben ik wel goed beschermd en uh, ken ik mijn werk nog uh, doen zoals ik het wend ben. Want uh, mensen willen wel heel graag helpen. Ja, maar angstig, nee, dat, uh, dat, nee, dat, dat speelt het net zo. Toch de uitbraak van de Britse variant in Zerhusterveen is de inzet van het Reden dus eerst even op een leeg pitje komen te stingen. En daar is alle begrip voor. Dat vinden wij eigenlijk heel begripelijk. Ja, maar als die vaststellen dat er de GGD-roen en het is daar toch al een beetje onrustig natuurlijk. Dat het personeel wat ziek is en er heerst onrust. dan is het soms een goed om even een stap achteruit te dwalen. en te zeggen: oké, okay, we doen even, een even in de basis. Hoe komt het al hier? En wij zitten dan ook als reclusief. van uh, zodra Jim sissen uh, van hey, Grien Jochten, kom alsjeblieft. Dan zijn wij echt weer clear. Maar wij snappen echt dat op dit moment dat de GGD direct rondstapt, stapt. dan moeten we echt net te volle mensen op een afdeling hebben. De taken moeten duidelijk wijzen voor iedereen. En als er dan mensen vrijwilligers, tiennen. en net weten wat hun taken op dat moment binnen. Ja, dan ben wij echt net doeltreffend. En dan komen wij net tot hun jocht. Dus uh, ja, we wachten, zie gewoon even een oudste Zodra zij er in een jocht jouwen, dan zijn uh, dan wij er weer binnen 24 uur.